Hey en welkom bij de Perfectly Imperfect podcast, de show over een gezonde geest in een gezond lichaam. Ik ben Julie van de Kerkhoven, het gezicht achter de blog Julie's Lifestyle, auteur van onder andere het Ketoplan en Keto in 15 minuten en ook co-founder van All Good, België's eerste vegan en keto productlijn. Je hoort het al, ik ben gepassioneerd door lekker eten en gezondheid en ik wil je via deze weg tips en tricks geven om je goed in je vel te voelen, zowel fysiek, mentaal als spiritueel en vooral te genieten van al het moois dat het leven te bieden heeft. Ben je nu al benieuwd om meer te ontdekken? Volg me dan zeker op Instagram, @juliesLifestyleOfficial, en abonneer je op deze podcast, zodat je geen enkele aflevering mist. Hey, hey! Vandaag heb ik dokter Geert Verhelst te gast. Hij is arts met specialisaties in fytotherapie, in orthomoleculaire geneeskunde en homeopathie. Hij ontwikkelt ook wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen op basis van kruiden en nutriënten, onder andere via Manavital en Ladrome. En daarnaast is Geert al ruim 15 jaar gepassioneerd lesgever in onder andere kruidenleer, in voedingsleer en orthomoleculaire leer, als ook medisch journalist. Een heel drukke agenda, kan ik mij voorstellen. Ik leerde hem vele jaren geleden kennen als studentenjournalistiek, naar aanleiding van zijn boek Suikers en zoetstoffen. En later schreef hij ook verschillende kaderstukken voor het ketoplan Go Keto, onder andere over de angst voor verzadigde vetten en waarom boter en kokosolie niet de boeman zijn. Een onderwerp waar we het vandaag zeker ook over zullen hebben, naast tips om je immuunsysteem op een natuurlijke manier te versterken. Welkom, Geert. Dank u wel, Julie. Bedankt om mij te inviteren. Heel graag gedaan. Dank je wel om hier te gast te willen zijn. Want ik denk dat wij krijgen steeds vaker nog steeds de vragen over onder andere verzadigde vetten. En zeker in deze tijden over hoe kan je je immuniteit zelf... wat kan je zelf doen om je een beetje te beschermen tegen van alles van virussen en alles wat er nu leeft. Dus dat zijn eigenlijk de twee grote onderwerpen die ik in deze podcast aan bod wil laten komen. Mm-hmm. We gaan misschien gewoon beginnen eerst met die verzadigde vetten. Want we lezen nog steeds, ik weet niet hoe dat mogelijk is, maar we lezen nog steeds vaak in de pers en horen ook nog steeds vaak uit de mond van klassieke diëtisten dat boter, kokosolie, dat die niet gezond zijn. Omdat ze veel verzadigde vetten bevatten. En die zouden dan je cholesterol verhogen, met als gevolg een hoger risico op hart- en vaatziekten. Nochtans heeft de wetenschap toch al lang aangetoond dat dat niet klopt. Kan jij voor eens en voor altijd een keer uitklaren waarom dat mensen niet bang hoeven te zijn van die verzadigde vetten, zoals echte boter, een beetje kokosolie hier en daar, als je ze met mate, met gezond verstand gebruikt? Ja, Julie. Eerst en vooral, het is niet van de media dat we het gaan horen. Hè. Je weet wellicht ook wat de laatste 2 jaar gebeurd is. We krijgen helemaal niet, maar ook helemaal niet correct geïnformeerd door de media. En als het over voeding gaat, is het juist hetzelfde. Men blijft altijd diezelfde kost opwarmen van verzadigde vetten zijn verkeerd en onverzadigde vetten zijn oké. Natuurlijk, we zouden daar alleen al een hele dag kunnen over praten. Het is natuurlijk iets wat ik soms in lessen en dergelijke of in spreekbeurten moet uitleggen. En ik zou... mijn argumentatie bestaat uit een aantal verschillende zaken. Eerst en vooral, laat ons een keer teruggaan toen we zuigeling waren. Hè? En in de meeste gevallen, als het goed is, krijgen we borstvoeding van de mama. Ja. Als we kijken naar die vetten die in die moedermelk zitten, dat is ongeveer de helft verzadigd en ongeveer de helft onverzadigd. Dus met andere woorden, als die verzadigde vetten zo slecht zijn, waarom is de moeder al bij de geboorte dat kindje aan het vergiftigen met verzadigde vetten? Dus ja, dat klopt eigenlijk al niet. Dan ten tweede heb je ongelooflijk mooie epidemiologische bewijzen dat die verzadigde vettheorie niet klopt. Bijvoorbeeld, je hebt daar landen, die eilanden in de Stille Oceanen zitten, die Polynesische eilanden, onder andere Tokelau. Dat zijn eilanden waar de mensen eigenlijk, daar groeien enorm veel kokosnoten. Die eten enorm veel kokos en kokosafgeleide producten zoals kokosvet. Ja. En die doen geen hart- en vaatziekten en hebben eigenlijk een perfecte gezondheid.
En als die mensen emigreren naar Australië of naar Nieuw-Zeeland, om de dichtste te noemen, en ze nemen daar het voedingspatroon over met veel meer onverzadigde vetten en veel minder verzadigd vet, dan krijgen ze hart- en vaatziekten zoals die westerlingen. Ja. Nog zo'n mooi epidemiologisch bewijs, dat zijn de Maasai. Dat is dat mooie krijgersvolk uit Kenia. En eigenlijk vanaf de leeftijd van 15 worden die krijgers. En wij kunnen ons dat bijna niet voorstellen, maar vanaf de leeftijd van 15 eten die zelfs geen groenten en geen fruit en geen granen meer. Die moeten volledig van de veestapel leven. Dus die houden enorm veel geit en schapen en runderen. En gebruiken daar vooral de melkproducten van. Eten daar ook het vlees van. En zelfs soms, je weet wel, dat bloed dat ze soms drinken. Ja. Als je dat voedingspatroon ontleedt, dat zit chockvol verzadigde vetten. Die mensen doen geen hart- en vaatziekten en vertonen geen slagaderverkalking. Ja. Als ze de kap over de haag gooien, met andere woorden, ze verlaten hun stam en ze gaan wonen in de grootstad, bijvoorbeeld in Nairobi in Kenia. Ze nemen daar weer de westerse levensgewoonten over met veel meer onverzadigde vetten, die ook vaak industrieel bewerkt zijn. Dan krijgen ze wel hart- en vaatziekten. Mm. Dus er zijn ook veel epidemiologische bewijzen. Maar dan, als er iets meer technisch, wat is een van die zaken die men vaak aanhaalt? Het verhoogt de cholesterolspiegel. Ja. Eerst en vooral, ook dat, kijk, dat verhaal van dat cholesterol onze vijand is natuurlijk vooral koren op de molen van de farmaceutische industrie. We weten sinds de laatste 2 jaar hoe machtig dat die zijn, dat ze zelfs kunnen proberen de hele wereld te vaccineren tegen een virus waar eigenlijk niet-risicopatiënten nauwelijks last van hebben of een soort ernstige griep doormaken. Dus je hebt de farmaceutische industrie die daar absoluut baat bij heeft om te blijven die cholesterol als de vijand te zien. Want ze proberen ook gans de wereld aan die cholesterolverlagers te krijgen, die fameuze statines. Maar die cholesterol die hebben wij nodig, zeer veel voor onze hersenfuncties. Voor de myelineschede rond de zenuwen. We maken er vitamine D van als we in het zonlicht zitten. We maken er onze halsholte van. En voor een optimale functie van onze miljarden celmembranen is cholesterol nodig. Dus cholesterol is een zeer belangrijke stof. En dan ben ik nog op de hormonen vergeten. Zonder cholesterol geen seks, hè, Julie? Want het is daarvan dat we onze hormonen maken. Testosteron, oestrogenen en progesteron bij de vrouw en dergelijke. Dus ja. De cholesterol is zeer belangrijk. En het rare is dat men al in meta-analyse, dus als je gewoon, en dat ga ik nog 3 keer herhalen, Judy, als je gewoon van bevolkingsgroepen het cholesterolgehalte meet, en je doet geen interventie met medicijnen en dergelijke, je meet het cholesterolgehalte in de loop van de tijd, en je bent al, je bent al iets meer op de hoogte en zegt, jongen, het is niet totaal cholesterolgehalte dat telt, het is het LDL, want dat is de slechterik. Wel, Julie, ik ga dat nu 3 keer herhalen. Als je kijkt naar het sterfterisico in relatie met het LDL-cholesterolgehalte, voor alle vrouwen en voor mannen voorbij de leeftijd van 60 geldt, hoe hoger jouw LDL-cholesterolgehalte, hoe langer je leeft. Ik ga 2 keer herhalen. Mannen voorbij de 60 en voor alle vrouwen, hoe hoger je LDL-cholesterolgehalte, hoe langer je leeft. Hoe hoger je LDL-cholesterolgehalte, hoe langer verleeft. Goed, dat gaat nu over het algemene sterfterisico. Als we dan kijken naar de hart- en vaatziekten, want men legt natuurlijk vooral de relatie tussen cholesterol en hart- en vaatziekten, dan zien we, als je die mensen zonder interventies van medicijnen en dergelijke, dan zie je dat LDL-cholesterolgehalte totaal geen rol speelt in het hart- en vaatziekten. Ik zeg niet hoe hoger je LDL-cholesterol, hoe minder cardiovasculaire sterfte, dat zeg ik niet, maar het speelt geen rol. Men ziet niet meer cardiovasculaire sterfte bij de mensen die hoog LDL-cholesterol hadden dan degene die lager LDL-cholesterol had. Dan zou ik toch kiezen voor een hoog LDL-cholesterol had, waar het algemene sterfterisico. Mensen met een hoger LDL-cholesterol had bijvoorbeeld, gaan veel minder snel infecties doen, gaan minder snel chronische ontstekingsziekten doen. Dus dat is al een klein beetje dat we dat cholesterolverhaal moeten nuanceren. Maar wat er, als je dan toch dieper wil ingaan op het hele cholesterolverhaal, hè, dan weten sommige mensen al, en de arts, ah ja, maar LDL dat is de slechterik en HDL dat is de goeie. Wel nee, dat klopt nog altijd niet.
Want je kan LDL hebben, zolang LDL in zijn natuurlijke toestand is. Dat is eigenlijk de dragervorm van cholesterol naar al onze cellen. Zolang hij in zijn normale toestand is, draagt hij totaal niet bij tot slagaderverkalking. Ja. Hij gaat wel bijdragen tot slagaderverkalking als hij begint te oxideren. Ja. Als je niet voldoende groentjes en fruit eet, te weinig antioxidanten, kan hij inderdaad oxideren. En als die geoxideerde LDL-cholesterol, die wordt wel kleverig aan de vaatwanden. Mm. Dus als men echt wil weten van mensen in welke mate is uw LDL-cholesterol gevaarlijk, dan zou je moeten kijken hoeveel oxy-LDL heeft hij in zijn bloed. Die test bestaat, wordt niet terugbetaald en dan wordt natuurlijk zoveel mogelijk in de doofpot gestopt. Want anders zullen enorm veel mensen die statines nemen, cholesterolverlaars, en in de zon eigenlijk mogen hun statine in de vuilbak gooien, want het is niet nodig. Ja. Er is ook nog een andere manier om naar die LDL te kijken, maar houdt nou verband met die oxidatiestatus. Dat is, hoe groter een LDL-molecuul is, we noemen dat in het Engels large buoyant, groot en drijvend. Dat is een vorm van LDL die niet aan de vaatwanden kleeft. Hoe meer hij geattaqueerd is en geoxideerd is, hoe kleiner hij wordt. En dan noemen we dat small dense. En dat is inderdaad wel degene die aan de vaatwanden kleeft. Wel, dat is altijd in een dooddoener van verzadigde vetten verhoogde cholesterolgehalte. Ja, dat doen ze vaak. Bij bepaalde mensen, bij een derde van de mensen, als ze zo meer vetten eet, gezonde vetten zelfs, dan gaat het cholesterolgehalte verhogen. Maar, twee zaken. Je ziet een shift van de HDL ten opzichte van de LDL. Ja. Een zeer belangrijke shift. Dus de zogenaamde goede tegenover de zogenaamde slechte, die verhouding verbetert in de zin van de goede. Terwijl we al weten dat de LDL eigenlijk al niet altijd direct de slechte is. En als je dan gaat kijken naar die partikelgrootte van de LDL-cholesterol, dan zie je een shift van meer large buoyant, die niet kleeft aan de vaatwand, en minder small dense, die wel kleeft aan de vaatwand. Dus ook die vlieger gaat niet op van, oh ja, het verhoogd cholesterol had. Dat zijn kinderachtige redeneringen die jammer genoeg nog altijd gehanteerd worden. En dan om misschien af te sluiten. Er zijn de laatste 10, 15 jaar ongelooflijk veel meta-analyses al gepubliceerd. Namelijk waarbij men in de loop van de tijd van mensen het voedingspatroon probeert te registreren. Hè? En dan kijkt in welke mate treden daar hart- en vaatziekten op. Ja. En dan ziet men dat die verzadigde vetten totaal geen indicator zijn. De mate waarin verzadigde vetten heet wordt totaal geen indicator zijn van hart- en vaatziekten. Wat komt er wel vooral uit? Dat is suiker en witmeelproducten die een zeer hoge glycemische index hebben. Ja. En van de vetten komt vooral uit de transvetzuren. Hè? En dat is natuurlijk een Hans ander verhaal, Julie. Je weet, eigenlijk is het Hansse verhaal van dat verzadigde vetten slecht zijn voor hart- en vaatziekten ontstaan in de jaren 50 onder invloed van een epidemioloog, Ansel Keys. Ja. En daarop is eigenlijk een Hansse industrie ontstaan van industriële geraffineerde oliën, plantaardige geraffineerde oliën, zonnebloemolie, maïsolie, sojaolie, pindaolie, om de vier belangrijkste. Er is ook een hele industrie van margarines ontstaan. En die willen natuurlijk dat verhaal moet herhaald worden. Want zij brengen de zogenaamde goede onverzadigde vetten naar voren. Maar waar onze grootmoeder of overgrootmoeder, die heel veel verstand had van vetten, die zei, ja, maar als ik wil koekjes of gebak maken met een goede consistentie, die ook goed bewaren, dat koos onze grootmoeder of overgrootmoeder voor semi-vaste vetten. Ja. Boter, reuzel, ossenwit. Als ze al aan kokosvet kon geraken, oh, kokosvet. Ze wisten, kijk, die semi-vaste of vaste, die vooral verzadigde vetzuren bevatten, zijn heel goed voor een betere, vastere consistentie van gebak en allemaal, en van mayonaise en dressings. Ze zijn ook veel stabieler, bewaren veel langer, en zijn vooral veel stabieler bij het verhitten. Je gaat die vetten niet oxideren, je gaat ze niet kapot maken. En plots zit je daar met de voedingsindustrie, die daar met die geraffineerde oliën komt. Maar zeer vloeibaar, zonnebloemolie, mayonaise, zeer vloeibaar.
Nou, waar natuurlijk stemmen in de voedingswereld die zeggen, helemaal met die olie, daar zijn we niks mee. Dat, als we daar onze cake en onze bak en onze koekjes en onze mayonaise en dressingsalade, dat gaat zeer slappe kost zijn. Dat. Dus wat heeft de voedingsindustrie moeten doen? Zij heeft moeten proberen aan haar onverzadigde vetten voor veel toepassingen dezelfde semi-vaste consistentie nastreven. En er is, dat is natuurlijk scheikunde, er is een hardings- of hydrogenatieproces ontstaan. Mm-hmm. En daar maak je, hoe raar het ook is, van een deel van die onverzadigde vetten weer verzadigde vetten. Hier ben ik al eens hoe dacht dat die verzadigde vetten zo slecht waren van jullie. Maar het gaat wel om margarines, dus nu doet men dat niet meer, maar vroeger men heeft toch heel lang de margarines gemaakt door weer een deel van de onverzadigde vetten te hydrogeneren tot verzadigde vetten, tot men een smeerbare consistentie uitkwam. Maar wat is het grote nadeel? Als collateral damage ontstaat hierbij eigenlijk een nieuwe categorie van zeer sterk ontstekingsbevorderende vetzuur. We noemen ze de transvetzuur. Ja. En in al die meta-analyse ziet men, als je schuldigen wil zoeken voor hart- en vaatziekten, zijn het de transvetzuren. En ziet men ook dat de omega-6-vetzuren... Mm. Want het jammer is dat door over te schakelen naar die plantaardeolie, men vooral omega-6-rijke vetzuren heeft. In die zonnebloem, soja, maïs, spinda, safloorolie. En die omega-6-vetzuren beschermen helemaal niet tegen hart- en vaatziekten. Dat ziet men ook in die meta-analyse. Ja. Het zijn meer de omega-3's die in de verdrukking gekomen zijn, dat die meer, zoals in vette vis of bijvoorbeeld in lijnzaadolie en dergelijke, dat die inderdaad meer beschermend werken. Dus we hebben ons puntje van bij de geboorte moedermelk, de verzadigde vetten. We zien die zeer mooie epidemiologische bewijzen dat volkeren die een hoog dieet hebben naar verzadigde vetten, de Inuits kunnen we er ook bij sleuren, geen hart- en vaatziekten doen. We weten het verhaal dat eigenlijk verzadigde vetten zeer stabiel zijn en nauwelijks oxideren. En we hebben ook de cholesterolmythe. Verzadigde vetten, als ze de cholesterol verlagen, is het HDL ten opzichte van LDL. En is het de LDL minder kleverig maken. En dan heb je heel veel meta-analyse die inderdaad aantonen dat plari is. Maar dat hebben we de laatste 2 jaar nu ook gezien. De echte wetenschappelijke studies die het narratief tegenspreken, die horen we niet. Hè. Die aantonen dat immuniteit wel degelijk kan opgebouwd worden en dat vitamine D en zink wel degelijk je kunnen helpen beschermen tegen virale infecties. En al die mogelijke nevenwerkingen van het coronavaccin, die nu op een schandalige manier onder de mat geschoven worden, vind ik. We horen het niet in de media. Hè. En het is het met voeding hetzelfde. Kijk bijvoorbeeld dan al die, als je dat op de voet volgt, hoe ongezond al die kunstmatige zoetstoffen zijn. Hè, en al die cola lights en noem ze zero's en zo. Mm. En dat denk ik soms maar alleen. Kijk, je hebt zelf studies gedaan, journalistiek. Ik denk, de onderzoeksjournalist die is dood en begraven volgens mij. Want het enige wat ze doen is het herhalen van de boodschappen, dat ze ofwel horen van de farmacie ofwel van de voedingsindustrie. Mm. En altijd, oftewel voeren ze professors op, maar dat zijn allemaal professors die niet, die allemaal gelinkt zijn aan de farmaceutische industrie of voedingsindustrie. En de onafhankelijke professors die worden bijvoorbeeld de laatste 2 jaar als antivaxxers weggezet. Of die onafhankelijke professors die wel zeggen. Ik heb bijvoorbeeld heb daar een zeer interessant Amerikaans onderzoeker, James Di Nicolantonio. Die heeft zo'n paar boutades die zegt de modern mistakes of the mistakes of modern diet of modern food industry. En een daarvan is blaming saturated fat for what unsaturated fats did. Blaming butter for what margarine did. Ze draaien het eigenlijk gewoon om. Ja, je zou het zo kunnen zeggen. Ook ja, bijvoorbeeld het boterverhaal. Boter is een fantastisch vet. Okay. Dus wat men ook al vaak vergeet, dat is dat 1/3 van de vetten in boter monoonverzadigd zijn, zoals in olijfolie. Ja. Dus dat is wel fantastisch.
En dan die verzadigde vetten zijn... dat is misschien, je hebt in de verzadigde vet ook met een lange ketenlengte, die toch iets moeilijker te verteren zijn, moeilijker te verwerken zijn. Je hebt er ook met kortere ketenlengte, zoals in de medium chain triglycerine, zoals in kokosolie. Je hebt dan nog veel kortere, de kortketende vetzuren. Ja. Die zitten ook redelijk veel in boter. En boter is een topbron van vitamine A en D, die zo belangrijk zijn voor onze immuniteit. Dus als de koeien... hebben mogen. Ik ben er niet een fan van boter van koeien die korrels krijgen en die nog nooit, die nauwelijks gras zien. Maar als koeien echt als grazende dieren hun natuurlijke voeding krijgen, dan is die boter in de optiek dat je in de voeding natuurlijk een goede balans hebt tussen verzadigd en onverzadigd vet, dan is die grasboter een fantastisch vet. Ja. Net zoals het kokosvet een fantastisch vet is, als je het in een totaalpakket zit. Je moet natuurlijk, kokosvet is bijna allemaal verzadigd, moet natuurlijk in een voedingspatroon zijn die ook voldoende onverzadigde vetten aanvoert. Ja. Maar kijk, Julie, ik ben bezig aan een boek, maar ik heb er onvoldoende tijd, maar ik zou graag een boek uitbrengen die al die mythes, dus mythes in de weg, dat margarine gezonder is dan boter. Dat is helemaal niet waar. Dat kokosvet oorzaak is van hart- en vaatziekten, helemaal niet waar. Het is zelfs verlaagd zelfs hart- en vaatziekten. Dat kunstmatige zoetstoffen helemaal onschadelijk zijn, dat is helemaal niet waar. Dus je hebt zo heel veel mythes die maar steeds herhaald worden. En dat je moet calorieën tellen om af te vallen. Dus, en al die mythes die zijn eigenlijk, als je de wetenschap, de onafhankelijke wetenschap, tezamen bekijkt, die zijn eigenlijk allemaal weerlegd. Ja. Maar ja, we gaan het zeker niet gewoon via de mainstream media kanalen. Maar wel via je boek dat eraan komt, hè? Ja, ik hoop dat ik wat meer tijd had, maar ik zou toch graag in het einde van het jaar af hebben. Ja. Want ik ben het beu, ook een van die zaken, maar dat gaat om, is ook dat bio zogezegd niet gezonder is dan niet-bio. Ik vind dat... niemand moet van mij bio eten. Misschien kunnen we overgaan naar dat tweede punt van die bio. Of ja, wel, ik wil nog even terugkomen op het vorige. Als we het puur praktisch bekijken, naar verzadigde vetten en dat ze slecht zouden zijn voor onze gezondheid, komt het er eigenlijk op neer dat dat helemaal niet waar is. Dat het erover gaat dat je boter, extra vierge kokosolie gewoon met mate gebruikt. Aanvult met bijvoorbeeld extra vierge olijfolie, maar dan meer voor de koude bereiding. En dat je gewoon zorgt dat je wat vette vis, veel groenten, fruit... Als dat je basis is van je voeding, dan zit je eigenlijk goed. En dan ben je op je gezondst, denk ik. Ja, dat je vertrekt, we kunnen dat misschien later, als je vertrekt inderdaad van die ongeraffineerde, onbewerkte voeding. En je gaat in die onbewerkte, ongeraffineerde voeding een beetje variëren qua vetten en oliën. Dan zeiden hij, hoe bezig moet dat niet? Kijk, in ons lichaam, die fameuze omega-6, omega-3-balans waar het soms heeft, het steekt echt niet nauw hoor. Ja. Ongeveer 1 over 1 tot 5 over 1. 5 keer meer omega-6 tot omega-3 in je lichaam is nog altijd oké. Alleen zien we nu mensen met 10, 15, 20 keer meer omega-6 in hun lichaam. En dat zijn dan de dingen waarvan je zegt, alsjeblieft, laat een keer die zonnebloemolie en die maïsolie en die sojaolie. En vooral de duizenden verwerkte producten waarin ze inzitten. Ja, ja, ja. Die aan de kant. Waar dan mensen niet bij stilstaan, hè, dat ze overal worden aan toegevoegd. Zonnebloemolie, zeker en vast koolzaadolie. Maar inderdaad, laat ons naar het volgende puntje gaan. Hè. Want ik weet dat onze tijd ook beperkt is en we hebben nog zoveel te vertellen. Ik merk dat je eerst iets wil zeggen over het hele verhaal van bio. Biologische voeding, is dat nu beter dan de conventionele... groenten en fruit. Zijn er daar bepaalde dingen dat je zegt van, kijk, dat komt tijdens mijn lezingen, tijdens mijn lessen die ik ook geef, steeds terug? Wel ja, en vooral omdat ook weer, daar ben ik ook weer kwaad voor op de media. Kijk, ik volg dat bio-verhaal nu toch zeker al 20 jaar. En dan zie je regelmatig kleine studies opduiken van die een keer biologische tomaten en hetzelfde ras tomaten vergelijkt. En dan zie je inderdaad dat die biologische tomaten veel meer nutriënten en bioflavonoïden en interessante stoffen van. En dan een studie over appels, Golden Delicious. Dus ik zag gedurende 20 jaar allemaal studies en iedere keer, het was zelden dat men zei, ja, er is niet veel verschil. Hè? Ja. Als er een keer één was die niet veel verschil aantoonde, dan kwam het op de tv. Dan was er dan op, oh, we hebben bio en we hebben niet bio vergeleken en nu er was eigenlijk nauwelijks verschil.
Maar wat is er gebeurd in 2014, 2015? En daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. Er is wat ik noem de groene professor, dus Carlo Leifert heet hij. Het is een Britse professor, de groene professor met een hart voor het groen. Die zei, kijk, dat moet voor eens en voor altijd gedaan zijn. Is bio nu gezonder dan niet bio? Laat ons nu een keer. En wat heeft die man gedaan met een zeer grote onderzoeksgroep? Want dat is een titanenwerk geweest. Heeft alle studies ter wereld die bio met niet bio vergeleken, van dezelfde ras, dezelfde kwaliteit, allemaal verzameld. Er waren meer dan 17.000 studies die ze op de kop hebben kunnen tikken. Maar dan, er zijn zeer ernstige wetenschappers, dan zeggen ze, maar ja, een studie moet goed uitgevoerd worden. Ja. Dus ze hebben bepaalde criteria, zegt, ja, oké, die studie, daar is een fout in, dat is niet goed gedaan, poef aan de kant. Van die 17.000 zijn ongeveer 314 studies correct uitgevoerd overgebleven. Okay. Ten opzichte van die 17.000 lijkt dat niet veel, maar ik zit van de dag met mijn neus tussen meta-analyzen. 314 studies, dat is waanzinnig veel om een goede meta-analyse te maken. Ja. Dus wat hebben die mannen gedaan? Ze hebben gezegd, kijk, wij gaan nu voor eens en voor altijd kijken hoe zit dat nu. En ze hebben eigenlijk vier grote conclusies gemaakt. De eerste conclusie was, uiteindelijk als je gaat kijken naar de hoeveelheid antioxidanten, dan was bio gemiddeld 20-40% rijker aan antioxidanten. Ja. Julie, dat is toch geen klein beetje, hè? 20-40%. Nu, die professor zegt, ja, kijk, dan kunt hij halstarrig zeggen, ik ga geen bio eten. Maar dan moet je weten, om dezelfde hoeveelheid antioxidanten binnen te krijgen, dan moet je per dag minstens 1-2 stuks groente en fruit meer eten van die conventionele wassen om evenveel antioxidanten te hebben. Ja. Nog sterker was het verschil eigenlijk, want die antioxidanten, je kent waarschijnlijk de meest klassieke A, C, E, zink en selenium. Ja. Maar als een plant bio moet groeien en niet besproeid wordt, wordt ze getriggerd om wat wij noemen secundaire plantenstoffen aan te maken. Mm-hmm. Dat zijn stoffen met zeer moeilijke namen, polyfenolen, flavonoïden, flavonolen, stilbenen, salvestrolen. En naar gelang de klasse van die stoffen zag hij dat biologisch tussen de 18% en 69% rijker was. En heel veel van die stoffen hebben ook een antioxiderende, maar ook een ontstekingsremmende werking. Okay. Dus dat is ook al, dat was zijn tweede besluit. Hè? Dus veel meer van die secundaire plantenstof die ons bijvoorbeeld ook helpen beschermen tegen kanker. Het derde besluit was, als je gaat kijken, en dat, kijk, op dat moment zou je kunnen zeggen, is de meerprijs, laat ons vooral naar die antioxidanten, de meerprijs van bio van 20-40% is eigenlijk al gewettigd. Want als je al 20-40% meer antioxidanten hebt en die 18-69% meer zitten, dan mag eigenlijk je bio al 20-40% meer kosten. Ja. Maar dan komt het herbicide- en pesticidenverhaal. Als hij ging gaan kijken en naar de hoeveelheid herbiciden en pesticiden, ja, natuurlijk in die bio, via lucht, via water, krijg je ook soms nog een keer bio die positief test op herbiciden en pesticiden. Maar als ze dat testen, dat was dat 10 tot 100 maal lagere concentraties aan pesticiden dan in de reguliere gewassen. En dat is ook iets die heel weinig aan bod komt, maar heel veel van die pesticiden hebben eigenlijk zijn zeker met een, wat wij noemen, een xeno-oestrogeen skelet. Die dus, we zien alleen de laatste 20, 30 jaar een ongelooflijke toename van borstkanker bij de vrouw, van prostaatkanker bij de man. En dat heeft voor een groot deel te maken met die pesticiden en herbiciden die een prikkelende oestrogeen karakter hebben. Mm. Ook een enorme toename van de ziekte van Parkinson heeft ook zeer sterk te maken met herbiciden en pesticiden. Dat is onweerlegbaar bewezen. Dus je kunt zeggen, het bio-verhaal is van meer antioxidanten en meer ontstekingsremmende stoffen, maar ook vooral van veel minder van die storende stoffen, herbiciden en pesticiden. Ja. En een vierde besluit, dus naast dus het derde besluit was veel minder herbiciden en pesticiden, en vierde besluit was dat specifiek er een enorm verschil was in het gehalte van het zware metaal cadmium. Okay. Nu, cadmium is een zwaar metaal die eigenlijk niet echt in ons lichaam thuis hoort.
En die ook op de lange termijn... Bijvoorbeeld cadmium is een zeer sterke antagonist van zink. Zink is misschien een van de belangrijkste mineralen die onze immuniteit bepaalt. Dus dat werkt bijvoorbeeld al ook de zink tegen. Cadmium werkt ook bijvoorbeeld zink tegen. Zink bijvoorbeeld is ook zeer belangrijk voor de gezonde prostaat van de man. Dus de prostaataandoeningen en prostaatkankers, die swingen de pan uit tegenwoordig. Dus wat ik wil zeggen, de grootste studie, meta-analyse, waar ongelooflijk veel werk in gekropen is, waar ongelooflijk, en waar we nu duidelijk weten, dat is hier het verschil tussen bio en niet-bio, dat was van landbouw gewassen. Later heeft hij dan ook in gemaakt voor vlees en gewoonte, bio en niet-bio, en voor melkproducten. En daar viel vooral het zeer grote verschil in omega-3 vetzuren op. Ja. Veel rijker in, dat is normaal, hè? Koeien die hebben mogen grazen in de biolandbouw en hun natuurlijke voeding krijgen. In die groene grassen zit veel omega-3 vetzuren. Mm. Als je die koeien daar tegen die korrels heeft en dergelijke, veel minder. Dus pas op, er waren ook andere nutritionele voordelen van biovlees en gewoonte en biozuivel, bijvoorbeeld naar antioxidanten toe, zoals vitamine E. Maar bedoel maar. We hebben nu de allergrootste studie ooit die nu echt de conclusies trekt. En wat gebeurt er? Ze wordt doodgezwegen door de media. Ja. Ja, de media die wordt gesponsord door al die mastodonten zoals Coca-Cola en Danone. En die hebben dan het bioverhaal. Dat is voor hen, iets wat ze juist niet willen horen. Hè? Ja. Dus dat is mijn conclusie over bio. En als mensen... niemand moet van mij bio eten. Maar ik vind niet dat je er mocht over liegen. Je mocht er niet blijven over liegen. En dan zie je, kijk, het is denk ik een dik of 2 jaar geleden dat ik ook eens weer zo'n artikel in het nieuwsblad was het, van een journalist die zei, misverstanden over bio. Dat bio gezonder zou zijn en meer voedingsstoffen zou bevatten. Dat was volgens hem een misverstand. Dan zeg ik, beste journalist, dat hij wel uw werk goed gedaan. Kijk, hier bestaat nu de grootste studie aller tijd, meta-analyse, die wel degelijk zegt dat bio veel rijker is aan nutriënten. Dus dat is geen misverstand dat bio gezonder zou zijn. Maar dan krijg je daar geen antwoord op. Dus dat is... Voor wie nu aan het luisteren is en zegt van... Ja, ik wil eigenlijk wel vaker bio eten, zeker als het gaat over groenten en fruit... maar ik heb maar een beperkt budget. Zijn er dan bepaalde groenten, fruit of bepaalde ingrediënten in het algemeen waarvan dat je zegt van kijk, dat is belangrijker om bio te kopen en deze zijn wel, ja, daarin kan je flexibeler zijn en ook de gewone conventionele versie van kopen? Ik denk dat het dan vooral groenten en fruit zou moeten zijn. Ja. We zouden niet direct naar bio... deegwaren of rijst of weet ik veel gaan of zelfs ja, als je bijvoorbeeld weet als je kip eet en je kent ergens een beetje de oorsprong ervan niet iedereen die zelfs bijvoorbeeld op een verantwoorde manier runderen of kip kweekt heeft een biocertificaat, maar soms weet je, kijk, dat is hier, dat zijn nog kippen die buiten lopen, die nog wormen uit de grond kunnen pikken, die nog grassen en dergelijke kunnen eten. Dus als je daar een beetje de afkomst van weet, ja, dan zou ik zeggen, het moet niet per se biocertificaat zijn, maar voor groenten en fruit, kijk, vind ik dat... Jij hebt ook zelf in een van jouw vragen gezegd, ik zie het als een investering in mijn gezondheid en dat is de beste conclusie die je inderdaad kunt maken, volgens mij. Een investering in je gezondheid om ook te voorkomen dat je al die dure pillen en van alles nodig hebt op latere leeftijd. Hè? Ja. Dat was heel duidelijk uitgelegd, denk ik, het hele bioverhaal. Voor eens en voor altijd ook uitgeklaard. Nu, als het gaat over ons immuunsysteem, is bijvoorbeeld veel groenten en fruit, biologische voeding, dat draagt er allemaal toe bij. Mm-hmm. Maar los daarvan zijn er nog... praktische tips qua bijvoorbeeld supplementen, want ik weet dat door de massalandbouw, dat de voedingsbodem zeg maar vaak ook al verarmd is, dat we niet altijd alles uit groenten en fruit kunnen halen, zelfs al zijn we er ons bewust van dat we voldoende groenten eten. Ja. Welke
Vitamines, mineralen zijn het allerbelangrijkste. Stel dat je bijvoorbeeld het COVID-virus tegenkomt of zelfs gewoon een zware verkoudheid. Welke dingen zijn het belangrijkste voor onze immuniteit? Wel, kijk, wat ik heel interessant vind aan de laatste 2 jaar, dat is dat er gelukkig heel veel wetenschappers zijn die zich hebben bezighouden van wat sterkt nu echt mijn immuniteit. We hebben het niet gehoord via mainstream media. Bijvoorbeeld al na 4-5 maanden in de coronacrisis was er een groep van 200 internationale dokters en professors die zei: alsjeblieft, geef gewoon aan iedereen vitamine D. Dat is ongelooflijk wat een verschil dat kan maken in qua duur van infecties, qua ernst van infecties en qua sterfterisico. Ja. Maar we hebben dat niet gehoord via de mainstream media. Want dat is geen farmaceutische oplossing. Kijk, laat ons misschien de twee belangrijkste vitamines, het belangrijkste vitamine voor onze immuniteit is vitamine D en het belangrijkste mineraal is zink. Okay. Nou kijk, we zien al onmiddellijk een klein beetje de beperkingen van groenten en fruit. Hè? Groenten en fruit zijn zeer belangrijk naar die antioxidanten, naar die fytonutriënten toe. Maar qua vitamine D en zink, alle twee nauwelijks. Dus die moeten we inderdaad uit andere delen van verantwoorde voeding halen. Waar zit bijvoorbeeld vitamine D wel in? Bijvoorbeeld in vette vis. Topbron van vitamine D, topbron van zink. Die grasboter waar we het al over gehad hebben, topbron van vitamine D, zink iets minder, maar ook van die andere vetoplosbare vitamine die vaak over het hoofd gezien worden, dat is vitamine A. Ja. Retinol, de echte. Dus we hebben bijvoorbeeld in onze groente en fruit enorm veel carotenen, maar je moet wel, om de echte vitamine A, retinol, zit alleen in dierlijke voeding. Ja. Dus je moet al kunnen die carotenen in de retinol omzetten. En maar 45% van de mensen slaagt daarin. We zeggen 55% van de mensen die bijvoorbeeld alleen zo vegetarisch eten, die slaagt niet erin om voldoende vitamine A of retinol aan te maken. Okay. Dus het goede nieuws is dat die vitamine D en die vitamine A in eitjes zitten, vooral in de eidooier. Ei is een fantastisch voedingsmiddel. Als het natuurlijk weer een eitje is van kippen die hun normale natuurlijke voeding hebben gekregen. Ja. Dus dat eierdooier zit vol vitamine D en vitamine A. Die vette vis zit vol vitamine D en vitamine A. Ik ben geen grote voorstander van melk, maar wel van zure melkproducten. Hè? Dus melk heeft met lactose en de kaaseiwitten, casine, twee dingen waar je toch gemakkelijk intolerant op reageert, zelfs als je niet weet. Gelukkig heeft de mens in zijn ontstaan fermentatieprocessen ontwikkeld. En als je dan uit melk, yoghurt of kwark of kefir maakt, is dat voor veel mensen toch al... Ik kan niet zeggen dat iedereen dat even goed verdraagt, maar toch al veel mensen, als ik dan zeg, als je dan toch melkproducten wil eten, gebruik die zure melkproducten. Ook daar zit weer vitamine D en vitamine A in. Mm-hmm. Dus hoe raar het ook is, hoe belangrijk die gezonde plantaardige voeding is met heel veel secundaire plantenstoffen die onze immuniteit versterken, die topper vitamine D zit daar niet in. Mm-hmm. En ook groenten en fruit nauwelijks zink. Ja. Dan kan je zeggen, kan ik die zink niet halen uit plantaardige... En dat is noten, zaden en granen. Ja. Granen vergeet het maar. De zink is zeer slecht opneembaar. Noten en zaden, ja, en peulvruchten, maar toch al... er is recent bijvoorbeeld een studie, als je twee groepen aan mensen evenveel zink laat opnemen. En de ene doet het via dierlijke, verantwoorde dierlijke voeding, en de plantaardige, evenveel zink. Dan heeft die plantaardige zink ingenomen, heeft een lagere zinkspiegel. Want die zink zit daar heel vaak samen met wat wij noemen fytaten. Ja. En fytaten zijn vezelachtige stoffen die de opname van zink afremmen. Er zijn trucken, hè? Uw noten en uw zaden laten weken. Mm-hmm. Dan ontstaat het enzym fytase die fytase afbreekt. Dat is een truc. Uw peulvruchten laten kiemen of fermenteren. Mm-hmm. Ik ben geen grote voorstander van de sojaboom, maar dan een keer dat je de sojaboom laat fermenteren tot tempeh, heb je wel iets die voorverteerd is en waar wel de zink goed opneembaar is. Dus ik zeg niet dat je niet op zink uit plantaardige voeding kunt betrouwen,
Maar onze zink uit onze vette vis en uit onze biologische kip en eventueel als ze occasioneel een keer wat rood vlees eten, die is daar jammer genoeg, of jammer genoeg, die is veel beter opneembaar. Dus hoe belangrijk groenten en fruit ook zijn en een basis vormen ons dieet, voor die twee zeer belangrijke componenten, vitamine D en zink, moeten toch eigenlijk voor een deel op verantwoorde dierlijke voeding vertrouwen. Maar ja. Dan, die een andere daar, die een vitamine C, kijk, dat is groenten en fruit. Hè. En die quercetine, waar onlangs zoveel... Hè, quercetine is eigenlijk een... behoort tot die secundaire plantenstoffen waar we het al over gehad hebben. Dat is een zeer interessante stof die de immuniteit verhoogt, die zink in de cellen trekt. Want uiteindelijk moet je, hoe belangrijk zink ook is, ze moet in je cellen kunnen getrokken worden, want daar hebben ze de virale vermenigvuldiging. En die quercetine doet dat. Dat is een fantastisch stofje. En dat zit in appels, in uien, in alle soorten bessen, en groene thee ook. Dus dan komen we inderdaad, pas op, groenten en fruit zeer belangrijk. En dan hebben we inderdaad al die carotenen zeer... dat is een zeer uitgebreide familie. Die carotenen vinden zowel in groene groenten, in oranje groenten en fruit, in de rode groenten en fruit. Zijn op zich al zeer belangrijke antioxidanten. Maar ik zeg wel, de retinol, de echte vitamine A, die vooral de slijmvliezen beschermt. Hè. Dus in de vetoplosbare vitamines is vitamine D de belangrijkste immunomodulator, die algemene immuniteit bepaalt. Retinol of vitamine A is de beschermer van de slijmvliezen. Okay. En je kunt uit provitamine A of beta-carotene naar retinol aanmaken, maar dat loopt bij heel veel mensen niet zo goed. Vandaar dat we die vitamine A dan misschien uit ons eitje halen, uit die vette vis halen, uit die grasboter halen, ja. Een stukje kip halen enzovoort. En dan heb je twee fantastische families die zeer rijk zijn aan zwavelstoffen. Zwavel is ook zeer belangrijk voor onze immuniteit. En dan is dat Hans de uienfamilie, hè, met ui, knoflook, prei, bieslook, daslook. En dan die grote kolenfamilie, waar alle koolsoorten toe horen. Maar ja, hij zou het niet onmiddellijk denken, maar tot die grote kolenfamilie behoren ook de radijzen, de ramanas, de rapen, de koolrapen, de mirikswortel, en dan ben ik al een klein beetje... En de waterkers. Hè. Dus dat zijn bijvoorbeeld twee zeer belangrijke families. Dus ik zou zeggen, kijk, ik heb te veel ernstige gevolgen. Dus ik heb het ook zelf een keer geprobeerd van 100% vegetarische voeding of veganistische voeding. Als je daar dat wil doen, dan moet je al heel serieus letten op je voedingsstatus. Want ik heb ongelooflijk ernstige ziektegevallen gezien bij mensen die zeer sterk veganistisch leefden. En niet keken, die zich niet lieten opvolgen qua vitamine D en jodium en omega-3-vetzuren, dan komt je soms... Hè, als iemand toch wel streng vegetarisch of veganistisch leven, ja, dan moet hij bijvoorbeeld algen eten. Ik zeg zo maar iets. Hè. Algen, dan heb je toch de jodium en de omega-3-vetzuren uit de algen. Ja. Je moet die zeker voldoende buiten komen, want dat hebben we misschien onvoldoende benadrukt. Vitamine D is ook het zonnevitamine die je aanmaakt als je voldoende buiten komt. Maar in ons klimaat, laat ons zeggen, zijn we 6 maanden zeker onvoldoende gevoed met zon om voldoende vitamine D aan te maken. Dus hoe... ik zeg soms aan mensen die heel streng vegetarisch of veganistisch leven, 80% of 90% wat je doet is helemaal juist. Is helemaal juist. Maar die laatste 20% die je altijd consequent wil vermijden, dat kan op de lange tijd wel jouw gezondheid schaden. Zeker als je niet kijkt naar ja, je zinkgehalte, naar je jodiumgehalte, naar je omega-3-vetzuren en dergelijke. Dus dat is de reden waarom toch een bepaalde hoeveelheid, denk ik, kwaliteitsdierlijk voedsel nodig hebben. Het komt er eigenlijk op neer dat groenten altijd de basis zijn van je maaltijd, maar dat je ze aanvult met de goede vetten, de kwaliteitsvolle eiwitten, met mate, zodat je lichaam eigenlijk alles, een beetje van alles binnenkrijgt van wat dat nodig heeft. Hè. Ja, leg 80% van je bord vol met groenten en vul dat aan met... kijk, eiwit en vet zitten meestal te samen. Hè. Als je vis eet, eiwit en vet. Eet kip, is eiwit en vet. Eet genoten en zaden, is eiwit-vet combinatie. Dus als je
70-80% van je bord met groenten legt en dan je eiwit-vetcombinaties met extra gezonde oliën en vetten erbij, want die verhogen je verzadigingsgevoel. En vooral, het zijn prachtige brandstoffen, Julie. Ik zie nog altijd in die hoek in die sport met een soort koolhydraat. En ze vergeten de vetten. En ze eten zodanig weinig vetten dat dan men op de proppen komt. Ik weet niet of je al gehoord hebt van de ketonen. Ja, u kent dat natuurlijk. Die sporters ketonen te gebruiken, dan denk je allemaal, potverdorie, je had beter gezonde vetten. Dan heeft je lichaam vanzelf ketonen aangemaakt. Dan zitten ze dure ketonendrankjes te drinken. Maar ze hebben wel niet anders dan koolhydraat heet. En dan ondervinden ze, inderdaad, bewezen dat die ketonen het prestatievermogen verhogen. Maar ja, van nee, ze hebben een zeer belangrijke brandstof neergenomen en dat zijn de vetten. Ja, want jij sport zelf ook wel graag, hè? Ja, ik heb het niet altijd voldoende tijd voor nodig. Ik heb dat zelf aan de lijf ondervonden. Ik ben ook een carbohydraten-addict geweest. Een koolhydraten verslaan, want dat ook dacht ik moet die pasta's met hopen zitten eten en muesli's en brood enzovoort. En wat ik inderdaad ondervond, dat doet zoiets en dan weer zoiets. En achter een uur of twee zit je weer te hongeren naar dingen. En sinds ik veel minder van die geconcentreerde koolhydraten eet en meer gezonde vetten en zo, en onze maaltijden daar eet, dat houdt mij veel langer verzadigd. Ja. En dan denk ik, ben ik toch niet de enige die dat zo ervaart. Vetten zijn prachtige brandstoffen. Wat ik ook vaak doe, dat is zo'n beetje de intermittent fasting. Hè. Mm. Je hebt al een druk leven, als je al drie keer per dag moet eten, dan zijn er weer al. Hè, dan, ik probeer meestal gewoon twee maaltijden te nemen. En het ontbijt over te slaan, dus bijvoorbeeld een keer om de middag te eten, elke rond 7-8 uur. Dat heb je ook eigenlijk een 16 à 18 uur dat je niet gegeten hebt. Dat is ook goed om je lichaam te ontgiften. En dan leer je lichaam ook vetten verbranden. Ja. Dus als ik de avond ervoor om 7 uur een goede maaltijd gegeten heb en de volgende morgen 2 uur nuchter ga fietsen, heb ik geen enkel probleem, want mijn lichaam verbrandt die vetten die ik opgeslagen heb. Dus trouwens, alleen sportmiddels doet me dat ook. Is soms de sporters een keer een uur of twee nuchter op de baan zijn van kijk, leer je lichaam een keer vetten verbranden. Hmm. Dus die vetten, ik ben geen tegenstander van vetten, maar wel tegenstander van al de industriële vetten. Hè? Al die margarines en die dressings en die mayonaise en al die... Ja, van zodra dat de industrie er zich mee gemoeid heeft en heel sterke vetten geraffineerd heeft, waar veel antioxidanten verliest, en dan gehard heeft met ontstaan van transvetzuren, ja, dan zijn we niet goed bezig, hier, uiteraard. Ja. Dus er zijn wel degelijk geen verkeerde vetten, maar het zijn vooral al die vetten. En dan ook nog de vetten die jammer genoeg gebruikt worden voor bak- en braadprocessen en die daar niet voor dienen. Ja. Simpelweg, je hebt daar onderzoekers... als je een stukje kip bakt in boter of in kokosolie, of je bakt datzelfde stukje kip in zonnebloemolie of in maïsolie. En dan kijk je naar de vrije radicalen, naar de geoxideerde stoffen. Mm. Dan zie je dat in die kip dat je in kokosvet of in boter gebakken hebt, dat valt enorm goed mee. Yeah. En die verhitte zonnebloemolie of maïsolie zit chockvol geoxideerde vetzuren en aldehyden. Die schade doen aan het lichaam. Die studies zijn er. En toch blijven aan de mensen zeggen... Moet braden en bakken en zonnebloemolie en maïsolie. En zeker niet in boter of in kokosvet, want dat zijn verzadigde vetten. En zegt, van kat, zeg, zien ze daar niet terug. En jammer genoeg zie je dat nog altijd in de mainstream media verschijnen. Ik denk dat daar de labels ook wat voor tussen zitten. Nee, het is plantaardig, dus het is gezond. Of het is natuurlijk, dus het is gezond. Terwijl dat het eigenlijk vaak ontstekingsbevorderend is, die verhitte zonnebloemolie enzovoort. Ik hoor dus dat je vaak, stel dat je gaat sporten, dat je er wel tijd voor hebt, dat je vaak nuchter sport. Zijn er dan bepaalde dingen na het sporten dat je zegt van, dat helpt mij enorm om te recupereren? Of zeg je van, nee, dat verschilt eigenlijk niet met mijn gewone, door de weekse maaltijden? Verschilt niet zoveel, moet ik zeggen. Kijk, ik ben ook geen profsporter die moet 250 kilometer rijden. Ik moet de Ronde van Vlaanderen niet rijden. Maar kijk, vroeger reed ik de zaterdag voor de Ronde van Vlaanderen de laatste 130 kilometer.
Kijk, als ik toen een stevig ontbijt, die havermout bijvoorbeeld, vind ik als je havermout met haar oplosbare vezels vergelijkt met volkorenbrood bijvoorbeeld, volkorenbrood, zelfs volkoren wordt snel verteerd, hoge glycemische piek. En wat snel omhoog gaat, gaat ook snel naar beneden. Hè? Ja. Die havermout is inderdaad een vorm van koolhydraten toch, maar die dankzij de vezels toch maar geleidelijk verteert. Hè? Dus als ik zo echt een lange fietstocht zou doen, dan ga ik inderdaad meerdere keren in de richting met havermout in bijvoorbeeld kokosjoghurt of in een gewone yoghurt. Ja. Ik ben een ongelooflijke fan van noten. Noten en dan bijvoorbeeld wat rozijntjes en wat fruit ingesneden. Goh, op zo'n stevig ontbijt, doe mij maar 4 uur fietsen. Dan begrijp ik niet dat mijn fietsgenoten, die zitten al na 2 uur te zoeken achter snackbars en achter een banaan, langs hier en langs daar. Als je zo'n deftig ontbijt genomen hebt, dan moet je 4 uur kunnen fietsen zonder dat je moet eten. En hetzelfde, als je een zware inspanning gedaan hebt, moet je nu per se al die recuperatiedrang... Allee, ik kan begrijpen dat ze dat in een topsport doen, maar geef mij gewoon de maaltijd die ik gewoon ben. Maar misschien wat meer in portie. Meer in portie. En mag er misschien een keer wat meer koolhydraten bij. Dat is niet zo erg. Maar dat wordt eigenlijk overgewaardeerd. Al die snacks en al die bars en al die gelletjes. Ik begrijp dat, hè. Voor die sporters die al 240 kilometer aan het fietsen zijn, dat je dan nog een keer een extra boost nodig hebt. Maar als ze zoals ik een bescheiden 3 of 4 uur fietst, als echt anders mijn ritten wat korter hoor, 2 uur een keer, dan ben ik al. Maar als ze echt 3, 4 uur, dat je 100, 120 kilometer kunt doen. Als je gezorgd hebt voor een goed evenwichtig ontbijt, dan moet je dat kunnen trekken hoor van mij. Dat is een enkel probleem. Weet je wat ook enorm goed helpt? Dat is spirulina en chlorella, die algees. Ja. Dat heb ik ook dikwijls gedaan. Oh, een handje spirulina, chlorella. Bijvoorbeeld, de enige dag dat ik iets kon uitslapen, dat is de zondag. En dan vertrekken ze al om 8 uur of 8:30. In plaats van het ontbijt, spirulina. Ik doe me maar gerust 80 of 100 kilometer fietsen. Ik heb daar geen probleem meer aan. Nou, dat geeft ook extra energie, want ik weet dat heel veel eiwitten bevat. Maar wat is er dan het is natuurlijk inderdaad geen grote koolhydratenbron. Vergeet niet dat je ook als doelgis wat eiwit kunt verbranden. Hè. Maar het geeft ook heel veel cofactoren die de verbranding in jouw lichaam bevorderen. Okay. Want je hebt allemaal waar ze hebben opgeslagen aan glycogeen, waar ze hebben suiker en qua vetten. Normaal gezien moet je die reserves ook kunnen aanspreken. En daar helpen goed spirulina en chlorella bij, zonder dat ze zelf inderdaad veel brandstoffen bevatten. Ja. Mag ik daar dan uit staan dat zowel chlorella als spirulina bijdragen tot een goede vetverbranding, of is dat te kort door de bocht? Kijk, ik kan u niet onmiddellijk zeggen dat ik daar heel veel studies al van gezien heb. Die algen zijn zeer goed onderzocht. Hè? Dus bewezen verbeterde prestatie, bewezen uitstel van vermoeidheidsgevoel, bewezen je rode bloedcellen en je hemoglobine naar boven halen, waardoor dat je meer zuurstof kunt opnemen. Bewezen langere duur van inspanning, vooral dat je moet stoppen. Dus er zijn verschillende, wat wij noemen placebo-gecontroleerde studies, die duidelijk aantonen ook sneller herstel na inspanningen, minder spierblessures. Dus heel veel topsporters, zeker in de triathlonwereld, neemt hun spirulina weg. Dan gaan ze panikeren, denk ik. En enorm veel triatleten gebruiken dat. Maar vermits dat het zoveel cofactoren bevat, ben ik het zeker dat men in de... Ah ja, er is inderdaad er is een studie van spirulina die aantoont dat het... de vetverbranding met 10% verbetert. Ja. Okay. Ja. Goed, ja, één studie. Men zegt soms in studies, één zwaluw maakt de lente niet. Vandaar dat ik hou van meta-analyse, zoals onze professor Carlo Leifert, die via zijn meta-analyse bewijst, kijk, bio is nu eenmaal rijker aan antioxidanten en ontstekingswerende stoffen. Maar spirulina en chlorella zijn niet slecht onderzocht en zijn toevallig gisteravond moeten een spreekbeurt geven voor sporters. Naast de voeding interessantste voedingssupplementen zijn. En voor sporters staat spirulina, chlorella voor mij helemaal bovenaan. Ja. En voor de
zeg maar, de gewone mens als het gaat over supplementen? Want dat is ook weer zo'n kwestie. Van de een zegt van supplementen, dat is niet nodig als je voldoende gebalanceerd eet. Maar ik heb gemerkt, uit persoonlijke ervaring, dat dat toch niet altijd opgaat. En dat je niet altijd alles uit voeding kan halen. Omdat één, misschien je darmgezondheid niet sterk genoeg is om het überhaupt op te nemen. Of twee, dat je onvoldoende in hoeveelheid eet van groenten en fruit. Of gewoon inderdaad ook weer dat de kwaliteit verminderd is door de verarming van ja, de landbouwgrond eigenlijk. Zijn er dan bepaalde supplementen die jij zeer belangrijk vindt in deze tijden om je bijvoorbeeld beter te beschermen tegen een virus, tegen verkoudheid, tegen griep? Julie, we hebben het al gehad over die belangrijke vitamine D en zijn broertje vitamine A. Mm-hmm. En dan zink, die eigenlijk ook een broertje heeft, dat is selenium. Hè? Okay. Gezien het klimaat waarin wij leven en ook gezien die druk van die virale virussen en vooral dat coronavirus, raad ik aan de meeste mensen aan, neem dagelijks uw vitamine D in. Ik zelf, die een voedingssupplement ontwikkeld, heb ook vitamine A ingestoken in die capsule. Dan heb je al uw D3 en A tezamen. Oké. Okay. En dan zink ook, dagelijks een beetje zink. Dus eigenlijk mijn basismiddel was, ik kwam naar immuniteit toe, dagelijks een capsule D3 plus A. Die drie mogen we nu gelukkig al van de wet 3000 international units geven. Voor iemand die nooit die drie inneemt, in het begin zou ik zeggen, verdubbel maar gerust de dosis, maar als je dat in de maat inneemt. En zink heb ik zelf in een tablet gestopt met vitamine C. Dat is een soort koudtablet, dat smaakt dan ook lekker. Dus voor de meeste mensen zeg ik, kijk, pak dagelijks uw vitamine D met A en uw zink met vitamine C, waar ik ook wat selenium in gesmokkeld heb. Dus kijk, ik heb zelf ook in het begin van het jaar toch, ben bijna zeker dat het een corona-infectie was. Dus ik dacht, ja, kijk, ik heb er nu zoveel les in gegeven. Ik pak dagelijks uw vitamine D en uw zink. En dan dacht ik, goed, nu weet ik. Ik kan extra halen uit quercetine. Hè? Ja. En dan heb je die grote virale middelen. Spirulina trouwens is ook sterk antiviraal. Dan heb je de medicinale paddenstoelen. Maitake, reishi, shiitake. Alleen, als je daar een goede dosis dagelijks wil van innemen, dat zijn prijzige voedingssupplementen. Ja, ja. Dus die hou ik zelf persoonlijk als adviseur van voedingssupplementen aan de kant voor meer ernstige infecties. Maar bijvoorbeeld de vlierbes, als je een goede vlierbessiroop hebt, met vooral vlierbes in en niet te veel suiker in. Hè, want, en dan heb je nog een duo veel mensen kennen echinacea. Hè? Ja. Maar we hebben daar een duo die veel interessanter is dan echinacea. En dat is de zogenaamde Indische echinacea. Dat is Andrographis paniculata. Wordt ook de Indische echinacea genoemd. Die doet het beter dan echinacea. En dan hebben we een Zuid-Afrikaanse geranium, Umkaluabo noemt dat. Dus er zijn toch redelijk wat artsen en therapeuten die het kennen. Heeft een moeilijke naam, Latijns naam Pelargonium sidoides. Maar dat zijn twee kruiden. Andrographis algemeen, immuniteitsverhoogd, Pelargonium vooral die slijmvliezen beschermen, als je dat in synergie neemt, die ook zeer interessant is. Ja. Dus ik ben zelf in begin januari toch een keer opgestaan en dacht, ja, ik heb het zitten. Nee, zo'n gripaal syndroom. En ik dacht, kijk, heb nu al genoeg lessen gegeven erover, wat dat je nu extra kunt doen, tijdelijk de vitamine D naar 1000 brengen, je zink. De handers mogen in België mogen maar 22,5 milligram per dag. Mocht je gerust een week naar 1000 milligram brengen. En dan heb ik heb zelf ook een immuuncomplex ontwikkeld met die andrographis en filaronium. Dus dat ga je ook beginnen slikken. Hè? Dus dat was mijn eerste dag. En zelfs, ja, ik had 38,3 koorts en spierpijn enzovoort. Dan dacht ik, ja, ik ga er toch voor een, zoals veel mensen misschien toch voor een week zitten hebben, dat we gaan moeten goed verzorgen en dergelijke. Ik ben in mijn bed gekropen, Julie. Ik heb gezweet als een rund. Ik zweet als een rund. Ik stond er daar s'morgens op, zeg, het is weg.
Dat is gedaan. Ja. Ik was al 3 kilo lichter van het zweten. Dus ik had blijkbaar, ja, mijn immuniteit had gezegd, kijk, we gaan dat hier in één keer. En mijn huisgenoten, 2 dagen, 3 dagen ziek. Dus ja, als niet gevaccineerde mensen, tussen haakjes, waren er wij eigenlijk... ik herinner mij dat ik een jaar of 7, 8 geleden de griep gedaan had. Dat ik toch wel 5 dagen in mijn bed gezeten had. En dacht, kijk, ben je nu toch beter... ik was natuurlijk ook mijn lichaam, maar ik ook beter voorbereid, hè, natuurlijk. Ja, ja. En daar zijn er nog middelen. Je kunt dan ook naar essentiële oliën gaan. Gefermenteerde knoflook. Ik zag dat jij in jouw vragenlijstje zwarte gefermenteerde rook. Dat is rook die gewoon eigenlijk een paar weken die men doorsnijdt laat fermenteren. Die zwart. Dus heel interessant. Maar de echt gefermenteerde knoflook, dus die wordt 20 maanden gefermenteerd. Die is veel actiever dan die zwart. Dat is ook iets. Dus iets meer gekend voor uw bloedvaten gezond te houden, maar verhoogt ook immuniteit. Ja, absoluut. Ja. En dan essentiële oliën. Inname op voorschrift, hé, want dat zijn zeer sterk geconcentreerde oliën. Maar bijvoorbeeld Ravintsara heb je ook in jouw lijstje genoemd. Dat is een zeer sterke antivirale olie. Als je dat 3 keer druppels zijn wat echte honing inneemt, is een zeer goed antiviraal middel. Eucalyptus inname niet terecht. Dat is meer een olie die je moet inhaleren. Dan misschien nog beter de radiata of de smithy, die iets minder agressief zijn. Zeker naar je kinderen toe enzovoort. Maar goed, we hebben zoveel prachtige... wat ik ook nu de laatste tijd... zwarte komijnolie. Okay. Dus u weet, er bestaat eigenlijk... Dat vind ik de grootste schande van Hanze, de coronacrisisverhaal. Er bestaat eigenlijk een zeer sterk antiviraal middel. Het heet ivermectine. Mm-hmm. En dat is zo onomstotelijk bewezen dat het zelfs preventief kan ingenomen worden. Ja. En heel sterk de ernst, de duur, de sterkte van corona-infecties kan verminderen. Ongelooflijk interessant. Natuurlijk, dat was niet interessant voor de farma die iedereen wil gaan vaccineren. Dus hebben dat zo tegenwerkt. Om aan ivermectine te raken, het is ongelooflijk moeilijk. Maar zwarte komijnolie doet eigenlijk bijna hetzelfde als ivermectine. Ik kan niet zeggen zo sterk, maar er is nu ook al een meta-analyse van een 5-tal studies waarbij men de ene groep van de geïnfecteerden die zwarte komijnolie heeft, de andere placebo, heeft een van de sterkste middelen ook tegen virale virus. Mm. Dus je ziet, wat ik de laatste 2 jaar ook slimmer geworden en wat is er nu eigenlijk echt zeer effectief in het voorkomen en in het bestrijden van virale infecties. Ja. Zonder dat we onze wereld moeten gaan vaccineren met een vaccin die nauwelijks effectief is. Mm. Dat is een heel ander verhaal, Julie. Dat is een heel ander verhaal. Dat zou ons te ver leiden, maar we hebben alleszins heel veel inspiratie voor toch natuurlijke ondersteuning, preventief of... Een keer dat het zover is, hè, dat we sneller recupereren. Je kunt ook al die kruiden preventief innemen. Dus mijn belangrijkste was D3 en A en zink met selenium en die vitamine C preventief. Trouwens, dat zijn zaken die allemaal niet zoveel geld kosten, dat je echt niet arm maakt. Maar je kunt ook al die formules met gefermenteerde knoflook of met die Indische ginseng, die Andrographis paniculata, Pelargonium siduitis, kan inderdaad preventief ingenomen worden. Spirulina, de meesten nemen natuurlijk spirulina in om meer energie en vitaliteit en beter presteren, maar ondertussen werk je ook antiviraal. Ja. Dus dat kan al ingenomen worden, zeker bij risicopatiënten, mensen met een zwakke gezondheid. Bij de meeste anderen zeg ik, zorg gewoon dat je vitamine D met A en je zink met selenium en vitamine C neemt. En als je dan een infectie hebt, dan kun je die D en die zink verhogen tijdelijk. En dan kun je aan je plantaardige zaken beginnen of aan die kruidmen. En die quercetine, die inderdaad ook zeer mooie resultaten geeft. Die je onder andere uit appels, uien enzovoort haalt. Maar dat appels, uien, bessen, groene thee, dat zijn onze belangrijkste quercetinebronnen. Dus het moet niet per se uit een capsule gaan komen. Hè. Natuurlijk, die bestaan er, die sterker geconcentreerd zijn en beter opnemen. Dat klopt wel. En de keer dat je zitten hebt, ook zeer mooie studies. Hè. Zeer mooie studies dat men mensen die corona positief testen, de ene helft quercetine groep, de andere helft weer het placebo.
ernst, duur, sterfterisico, allemaal heel sterk naar beneden. Ja. En dat is onderzocht, he, maar we horen het niet. He. Je moet echt een beetje met je neus op die wetenschappelijke literatuur zitten of in die alternatieve bronnen gaan kijken, want ze gaan het ons niet vertellen, hoor. In de Knak en in het Nieuwsblad en in de Morgen, dat gaan ze ons niet vertellen, hoor. Ik weet dat dat vroeger ook al een beetje het geval was, he, waardoor dat mijn... Ik werk nu natuurlijk niet meer als journalist, maar vroeger zat dat ook al, dat onderzoeken zat er wel in, omdat ik graag ook de waarheid te weten kom. Dus het is voor mij heel interessant om te horen dat er toch veel meer is dat we kunnen doen dan dat misschien veel mensen zich van bewust zijn. Ja, en het begint bij die gezonde voeding en die gezonde levensstijl. Er zijn heel veel mensen die gewoon zelfs... Ja, helemaal niet ziek wordt he, van het coronavirus. Ja. Allee, pas op, ik wist niet zelf ook, ik heb geweerd om mij te laten testen. Het is een virale infectie, moet ik speciaal die test doen. Maar mijn oudste dochter die werkt in de horeca. Ja. En de ene na de andere medewerker, die allemaal gevaccineerd waren, dubbel gevaccineerd, die kregen die corona. De meeste waren 10 dagen of 14 dagen buiten strijd. Mm. Mijn dochter die niet gevaccineerd was, heeft zelfs geen werkdag moeten missen, want ze moet, dat is, ze werkt dus in een toprestaurant. Ze moet 3 opeenvolgende dagen niet werken. Hè? En dat is juist in die 3 dagen was ze uitgeziekt. Ze heeft zelfs geen dag moeten missen. Ja. En daar zag die een baas ook. Oei, ja, hij zei hier als niet gevaccineerde de minste zieke geweest van iedereen. Ja. Dus ja... Dus het kan zonder vaccinatie. Hè. En ik zeg niet als men wil risicopatiënten vaccineren. Van mij mogen ze dat doen. Ik weet niet of dat veel effect heeft. Dat is, het is een ander onderwerp. Even zo. Ja, ja. Maar natuurlijk, dit is in het ganse corona-verhaal vergeten. Dat uw levensstijl, uw voeding en dat doelgerichte voedingssupplementen heel veel kunnen doen. Hè. Maar ja... Het was 1 agenda. Iedereen duwen naar die uitgang van dat vaccin. Dat is, ja, dat is, en dan, ik durf dat openlijk te zeggen als arts. Ik ben geen praktijkvoerend arts. Hè. Mm-hmm. Ik ben dus ook niet bij de orde der geneesheren. Maar heel veel van mijn moedige collega's die dus daar een stelling willen innemen, die zijn geschorst geweest. Mm-hmm. Of zelfs blijven geschorst. Ik vind dat wraakroepend. Integere artsen die hun... Ze hebben de eed van Hippocrates gezworen, primum non nocere, in de eerste plaats geen schade berokkenen. Mm. En zij kijken in de literatuur, ze weten, dus als zij zelf zeggen tegen een patiënt, voor u, ik vind een vaccin, is voor u, de remedie is erger dan de kwaal. Dat is voor mij, van het vaccin, is dat een kort. De remedie is erger dan de kwaal, punt aan de lijn. En er gaan nog het een en het ander aan de oppervlakte komen. Dus als een arts echt... in zijn integriteit voor die patiënt beslist, ik zou dat niet doen, het vaccin, en die wordt daarvoor geschorst. Ik vind dat... Dit is inquisitie, dit is... Volgens mij, ik kan er met mijn verstand niet bij, eigenlijk. Ja, ik denk dat de komende jaren dat er veel meer duidelijk zal worden van wat nu het echte effect is. Ja, dan zit het voortdurend onder de mat te schuiven. Je ziet nu die op aantal kankers die toeneemt, auto-immuunziekte die toeneemt, steeds jongere mensen met verstopte kransslagaders enzovoort. En, oh ja, nu dat ik dus nog met vaccin, terwijl we dat al in bepaalde studies zien, dat de mortaliteit ongelooflijk aan het toenemen is. Mm. Maar ja, goed, kijk, dat is een hans andere kwestie. Waar wij ons vandaag vooral mee bezig houden, is dat inderdaad, met gezonde voeding en eventueel met een paar gerichte voedingssupplementen eigenlijk heel veel kunnen doen. En dat klopt, he. Zelfs als je nu biologisch eet, weet je dat er al 25% minder magnesium in zit dan 50 jaar geleden. Ja, ja. De landbouwgronden die zijn veel armer geworden. Als je biologisch eet, zit er veel minder selenium in je voeding dan 50 jaar geleden. Mm-hmm. Dus dat zijn zaken die we niet meer kunnen terugdraaien. Nee. Dus... ja, dus we moeten soms proactief en ook, je moet het kunnen opnemen. Nee, Julie, een zeer belangrijke wet is, het is niet wat je inneemt, het is wat je opneemt wat telt. Dus dan heb je al mensen die bijvoorbeeld maag-darmziekten hebben, die al veel minder opnemen. Bijvoorbeeld het ganse glyfosaatverhaal, de Roundup, dat is ook weer zo'n verhaal.
Je hebt een industrie die zeer rijk is en die daardoor kan lobbyen en de overheid beïnvloeden. En we zien dat allemaal terugkeren. De margarine-industrie, die kan blijven die dieetleer beïnvloeden van hoe margarines gebruiken en in boter. Je hebt de glyfosaat-industrie, van herbiciden die de overheid kan beïnvloeden van, oh, dat is eigenlijk niet gevaarlijk. Je hebt de farmaceutische industrie die de overheid kan beïnvloeden, moet je niet in vaccineren. En dat is datzelfde verhaal die je iedere keer ziet terugkeren, waarbij aan iets miljarden verdiend wordt en die zodanig kunnen druk uitoefenen aan de top, naar wetgeving en naar overheden toe, waardoor dat we inderdaad niet de correcte informatie krijgen. En daarom is het zo belangrijk om toch te proberen kritisch zelf onderzoek te doen en ja, alle feiten eigenlijk te bekijken. En dat is niet evident tegenwoordig, want je hebt niet altijd de juiste feiten, nee, maar... Ik hoorde Dr. Malone. Dr. Malone is de man die de messenger-RNA-techniek ontwikkeld heeft. Ja. Die tegen de messenger-RNA-vaccinaties is, voor alle duidelijkheid. En die zegt, kijk mensen, do your own research. Do your own research. D-Y-O-R. Want wat je voorgeschoteld krijgt, dat klopt niet. Ja. Dus ja, inderdaad. Alleen moet je een beetje dan de kanalen kennen enzovoort. En als we nu gewoon puur kijken van, om af te ronden naar levensstijl, voeding. Hoe ziet een dag op jouw bord er door de week uit? Want ik weet dat jij ook heel bewust bezig bent met wat er het beste werkt voor jouw lichaam. Wel, hetgeen wat we vandaag eigenlijk al gezegd hebben. Hè. Ik eet normaal gezien 2 maaltijden. En ik probeer daar heel veel groenten bij te eten. En qua eiwitten, de gezonde mix van plantaardige eiwitten en dierlijke eiwitten. En de gezonde vetten. Hè. Ja. Als er iets gebakken en gebraden wordt, is het in kokosvet of is het in goede boter. Eventueel in olijfolie. Dus ook vrij bestendig tegen verhitting, maar... Ik vind dat een extra verse olijfolie nog interessanter om onverhit te gebruiken. Hè? Ja. Dus ik probeer gewoon 2 maaltijden zo op te bouwen. Wat zijn dan mijn zonden? Dat zijn dan een keer, u kent boekweitpannenkoeken die we eten. Okay. Of toch een keer frietjes gebakken in kokosvet. Hè? En dan mijn, dat is uit mijn jeugd. Ik heb in mijn jeugd enorm veel muesli gegeten, dus... Mijn muesli met havervlokken en kokosjoghurt of ik gebruik graag schapenjoghurt of geitenjoghurt met dan fruit erbij en noten en zaden. Ik ben een ongelooflijke fan van noten. Ik eet heel graag noten. Dus dat is zo hetgene wat ik eet. En ik heb nooit het gevoel, ik heb spier... kijk. Zou je iemand zeggen, ik heb wel een zonde, dat is pure chocolade. Ja, maar... chocolade. Pure chocolade met een hoeveelheid 74%. En zelfs die met stevia zonder suiker valt enorm goed mee. Ja. Stevia-extracten, dus steviozine en ribonucleïne, passen niet bij alles voor een goede zoete smaak, maar bij chocolade wel. Ja. Het heel goed tot zijn recht. Dus ja... En zijn er nog dingen, als je terugdenkt aan je kindertijd, wat dat jouw persoonlijke lievelingskost was? Wel, ik moet zeggen, ik was toen ook, maar je ziet dat misschien bij de meeste kinderen, echt een carbo-addict, een koolhydraten-addict. Muesli en brood en graag met iets zoets erop, honing en met choco en de pannenkoeken. Dus inderdaad, nu, ik ben vrij streng vegetarisch opgevoed geweest, dus... Als je streng vegetarisch leeft, dan komt het ook een beetje meer in die koolhydratenrichting, hè, van veel granen enzovoort uit. Dus ik was wel een koolhydraten-junkie hoor, als jongere. Ik heb dat ook lang als volwassen gehad, dat ik inderdaad vond, die brood- en pasta-maaltijden, ook als sporten, die verzadigen mij niet lang. Nee. Voor mij is dat het erkennen van vetten als gezonde brandstoffen, is voor mij een revelatie geweest. Ook veel langer verzadigd kunnen zijn. Niet altijd weer, als ik zo'n pasta gegeten had of een muesli of broodmaat. Een broodmaat. 2 uur later zat ik weer al te snakken. Dat is toch niet normaal? Ik heb hier 3 dubbele volkorenboter aan. Dat is toch niet normaal dat ik nu weer honger heb?
Nee. Maar als ik een maaltijd genomen heb met bijvoorbeeld vis en groenten, heb ik dan niet achter het uur dat ik weer zit te snakken en met gezonde vetten en dat ik weer zit te snakken achter de voeding. Ja, ja. Dus die gezonde vetten verzadigen je langer en zijn interessante brandstoffen, ook op de fiets hoor, ook als geloopt. Dus doe dat de koolhydraten soms een keer iets meer die snelle, korte inspanning kunnen vormen. Maar dus er bestaan ook al studies dat voor chronische, langdurige inspanning dat je evengoed de koolhydraten kunt inwisselen voor vetten. Die studies zijn daarvoor. Ja, ik denk dat dat een heel mooie afsluiter is van deze ongelooflijk boeiende aflevering. Want er zitten heel veel interessante tips in. Heel veel belangrijke informatie die moeilijk te vinden is tegenwoordig. Ik wil u daar heel erg voor bedanken, voor uw tijd. Voor al uw tips en uw kennis dat je ook gedeeld hebt. Ik denk dat er nog heel veel was dat kon gezegd worden. Maar om de aflevering geen 2 uur te laten uitlopen, denk ik dat dit een heel mooie afsluiter is. Goed, ik ben blij dat ik iets heb kunnen bijdragen tot uw podcast, Julie. Zeker en vast. Met volle plezier gedaan. Dank je wel. Tot genoegen. Bedankt voor het luisteren, iedereen ook. Ik hoop dat je er veel uithaalt. En tot de volgende aflevering.